Hoe installeer je een Farbo Marmoleumvloer Netfit installatie? Wat heb je nodig? Een stofzuiger. 68 kilo linoleumwals. Veiligheidshandschoenen. Lange afschrijver. Stanley mes met rechtblad. Stanley mes met hoekblad. Lijmkam. Plamuurmes. Korte afschrijver. Meetapparatuur. Potlood. Farbo trimmer. Handroller. Nu door naar de installatie. Stap 1. Acclimatiseer het marmoleum. Breng de rollen naar de ruimte met de Farbo Marmocar en leg de rol horizontaal neer. Wij vinden de veiligheid van mensen belangrijk. Daarom raden wij het gebruik van een Marmocar aan. Controleer of de batchnummers van de rollen gelijk zijn aan elkaar om kleurverschillen te voorkomen. Draag altijd veiligheidshandschoenen bij gebruik van een mes. Installeer de banen in rolnummerreeks en leg ze in dezelfde richting om zichtbare schaduwverschillen te voorkomen. Snijd de rol in de lange richting van de ruimte. Zet de rollen minimaal 24 uur verticaal in de kamer om te acclimatiseren. Bij een kamertemperatuur van tenminste 17 graden Celsius of in overeenstemming met lokale normen. Stap 2. In tegengestelde richting uitrollen. Leg de rol op de vloer en rol deze in tegengestelde richting uit, zodat het materiaal vlak kan worden. Stap 3. Reinigen van de vloer. Gebruik de stofzuiger om losse deeltjes weg te zuigen die onder het marmoleum kunnen komen. Stap 4. Plaats de eerste baan. Rol de eerste baan uit tegen de muur. Gebruik daarna de lange afschrijver om de vorm van de wand op het linoleum in te krassen. Gebruik het Stanley mes met hoekblad om het materiaal door te snijden en schuif de baan tegen de wand. Om de andere zijde van het banenmateriaal aan de muur te bevestigen, teken je een positioneringslijn op het linoleum en de ondervloer. Je kunt de kartonnen rol onder het linoleum gebruiken om wat ruimte te creëren en het verschil op te meten. Nu weet je hoeveel je moet afsnijden. Zet de lange afschrijver op het linoleum en snijd langs de muur af. Gebruik het Stanley mes met hoekblad om door te snijden. Plaats het linoleum terug tegen de muur. Nu gaan we de fabrieksrand wegsnijden. Gebruik hiervoor de Farbo trimmer. Teken vervolgens een lijn langs de rand op de ondervloer. Draai het linoleum halverwege om, zodat je de lijm kunt aanbrengen. Wij gebruiken plakband om de lijmrand halverwege het banenmateriaal te markeren. Maar een potlood werkt ook. Stofzuig nogmaals de vloer en vergeet de jute achterkant van het marmoleum niet. Dit zorgt voor een schone basis voor de lijm zonder dat de deeltjes achterblijven. Breng de lijm aan met een aanbevolen en schone lijmkam. Begin vanaf de kant waar de linoleum is en breng het aan tussen de getekende lijnen. Verspreid de lijm tot aan alle randen, zonder lege ruimtes achter te laten. Rol het linoleum nu weer terug over de lijm. Masseer het uiteinde van het banenmateriaal zodat het goed aansluit. Tijd om de zware rollen te pakken. Rol in twee richtingen. Begin met rollen in de korte richting en ga verder in de lange richting van de vloer. Dat is het eerste deel van de eerste baan. Verwijder eventuele lijmresten langs de rand van de ondervloer. Installeer nu het tweede deel zoals je het eerste deel hebt geïnstalleerd. Stap 5. Plaats de tweede baan. Plaats de tweede baan op dezelfde plaats in dezelfde richting om schaduwverschillen te voorkomen. Herhaal alle stappen die je met de vorige baan hebt gedaan. Maar houd een overlap op de eerste baan. De overlap dient 2 centimeter te zijn. Wanneer je een nieuwe baan nodig hebt, moet de fabrieksrand ingekort worden en moeten we de rand markeren zoals bij de eerste baan. Het is nu tijd om de afschrijver in te stellen. Gebruik een reststukje linoleum als oefenstuk.
Voor Netfit installatie gebruiken we nul afstand. Bevestig de tweede baan. Gebruik natuurlijk dezelfde stappen als bij de eerste baan. Gebruik de voorboordtrimmer om de tweede baan in te snijden. Gebruik vervolgens het Stanley mes met hoekblad om de baan door te snijden. Houd het mes in een hoek vast. Test altijd een klein stuk om te kijken of de gemeten afstand juist is. Een belangrijk detail is dat de naad op zijn plaats moet vallen zonder enige druk. Corrigeer indien nodig. Perfect! Snijd nu de baan tot halverwege met de voorboordtrimmer in. Gebruik het Stanley mes met hoekblad om door te snijden. Het is belangrijk dat je in een hoek snijdt. Gebruik de stalen handroller om de naad in te drukken en waterpas te zetten voor een volledige overdracht van de lijm. Reinig de naad van eventuele lijmresten met een vochtige doek. Herhaal dezelfde stappen voor de andere helft van de baan en maak de ruimte af. Het is mogelijk dat u dwarsnaden nodig heeft. Rol en plak de volgende baan op dezelfde manier als de andere banen, behalve de laatste 50 centimeter. Na het rollen is het tijd om het laatste deel te lijmen. Snijd deze zoals gewoonlijk. Geniet van je perfect geïnstalleerde Netfit linoleumvloer.